Hallo, hier is Sissette Anna met de orakelthemakaart van week 24. Als je dit ziet, dan kijk je naar een replay van een Facebook Live uit de groep Passievol en Bewust. Nou, ik heb een hele hoop kaarten. Sets. Hele hopen. En één van deze kaartensets zou van jou kunnen zijn wanneer je meedoet aanstaande zaterdag met de Engelen Kaart Reading Workshop. Ik heb er echt heel veel. Ik heb zelfs een Engelse. En je mag zelf, wanneer je naar de cursus komt, helemaal kiezen welke van deze kaarten jij wilt hebben om te mee leren readen. Maar voor vandaag gaan we een hele andere set kaarten gebruiken. Ik heb, ik had natuurlijk deze kaarten allemaal besteld. En er waren nog een aantal kaartjes die ik nog niet had. En een van die kaartjes die ik nog niet had, dat was deze. Bloementherapie van Doreen Virtue. En ik vond het wel ontzettend leuk om vandaag in deze week 24, hier een kaart mee te trekken. Ik probeer altijd een beetje te rekken, totdat ik een live kijker heb. Hallo, ik heb nu een live kijker. En wij gaan deze kaartset gebruiken. Bloementherapie van Doreen Virtue en Robert Reeves. Dat is voor mij ook een nieuwe set kaarten. Ik heb hem pas sinds een week. Soms wil ik gewoon eens eventjes gewoon leuk schudden een tijdje voordat er een kaart uitvalt. Maar goed, deze zal het wel zijn. Dat leer ik ook mijn cursisten altijd in de Engelen Kaarten Reading Workshop, die trouwens aanstaande zaterdag is. Ja, nou ja. Wat kan ik hier aan toevoegen? Het is echt een fantastische kaart. Ik ken... daar heb ik bloemen van. Ja, kijk. Of kijk, hoe moet ik dat doen? Hier zo, daar zo. Oh, hier zo. Verhoog je vibraties, de frangipani. Je intuïtieve gevoel klopt, want het is een boodschap van de engelen. Dus, als jij nou net een vraag in gedachten had genomen voor deze week... Ja, dan is het zo van, het klopt. Maar waar mijn oog op viel was, verhoog je vibraties. En dat is natuurlijk waar ik in elk webinar aan werk, om maar steeds die vibraties hoger te brengen. Want dan ben je weerbaarder voor alle energieën die op je afkomen. Kijk, tegenwoordig is er heel veel te doen over HSP, hoogsensitieve personen. Maar als je hoogsensitief bent, wil niet per se zeggen dat je spiritueel bent. Hè? En als je spiritueel bent, wil je niet per se zeggen dat je hoogsensitief bent. Nou, en waarom hamer ik er nou altijd op dat het zo belangrijk is om die energetische frequentie te verhogen, die vibraties te verhogen? Je moet je voorstellen dat je hebt een zenuwstelsel. En dat zenuwstelsel dat geleidt impulsen, energieimpulsen. En stel nou dat dat energiesysteem net zoiets als elektriciteitsdraden zijn. En weet ik veel, we hebben 220 volt hier zo. En er kan dus door ons elektriciteitsnet kan 220 volt. Nou, wat gebeurt er nou als je in één klap 1000 volt door draadjes stuurt die maar 220 volt aan kunnen? Die branden door. Dat gaat gewoon fout. Nou, en dat is wat ik zie, wat mensen vaak doen wanneer ze het spirituele pad opgaan. Oh, spiritualiteit is leuk, spiritualiteit is fijn, spiritualiteit is fantastisch en het is veilig. En dan zeg ik, ja, als je weet tenminste wat je doet. Want als jij een hele hoge frequentie gaat aanroepen en je gaat engelenenergie downloaden van een hele hoge energie. Hè, volgende week starten we met het praktisch engelenwerk. En dan gaan we stapje voor stapje met de hemelse hiërarchie gaan we stukje voor stukje hoog. Maar wat mensen zich niet realiseren, is dat ze vaak contact maken met engelen, beschermengelen en met aartsengelen. En de serafijnen, de cherubijnen, de machten, de krachten, de heerschappijen en de tronen, daar kom je niet bij. Dus wat gebeurt er nou dat als jij eens een zenuwstelsel hebt, wat 220 volt aan kunt, kan... En je knalt er ineens 1000 volt doorheen of 10.000 volt doorheen. Dan brand je door. Dan ga je richting burn-out. HSP, ik doe heel veel onderwerpen door elkaar. Maar goed, ik hoop dat je het volgt. Is als je zo sensitief bent dat alles bij je binnenkomt. Alles, weet je, meer geluid, alle hi Latoya. Je kunt heel veel dingen, is het moeilijk voor je met je huidige zenuwstelsel
om dat aan te kunnen. Dus in mijn lessen en ook met de Engelenkaartworkshop van aanstaande zaterdag, waar je nog voor op kunt geven, werk ik aan het verhogen van je vibratie. Want als jouw zenuwstelsel, jouw fysieke zenuwstelsel, als dat sterker wordt, dan kun jij hogere energieën binnenlaten. Moet ik dan op zee hogere energieën binnenlaten? Nou ja, als je spiritueel wil groeien, wel ja. Want hoe open je komt te staan, dat is ook zo'n ding. Mensen willen met op het pad van spiritualiteit gaan ze openstaan, omdat ze alles open willen hebben. Ja, maar dan denk ik, ja, dat is wel leuk. Maar waarom zou je alles openzetten? Hè, ik bedoel, gooi de balkondeur maar open, zet de voordeur maar open, ramen er open, haal de ramen uit de sponningen, haal de deuren uit de sponningen, er zitten geen ramen meer in, er zitten geen deuren meer in. Hè, en dan ga je afzitten wachten, dan ga je zitten zazen, dan ga je zitten mediteren. Maar, ja, nu laat ik maar hopen dat er geen inbrekers binnenkomen. Ja, je kan ook gewoon beslissen dat je je ramen en je deuren laat zitten, hè, en dat je zo nu dan even wat lucht, maar dat je thuis bent en dat je dan even een stukje raam openzet, zodat je frisse lucht binnen hebt. Weet je, en wat mensen vaak doen, sorry, op spirituele pad, is we gaan gelijk openstaan voor alles. En we gaan gelijk hele hoge energieën aanroepen. En dan vinden ze het vreemd dat ze klachten krijgen, dat ze migraine krijgen, dat ze de zenuwen krijgen, dat ze een burn-out krijgen, dat ze doorbranden. In extreme gevallen, ik heb het ook meegemaakt, niet bij mij, maar bij andere mensen, dat mensen bijvoorbeeld in een psychose raken. Kijk, als jij met een zenuwstelsel wat 220 volt aan kan, helemaal alles openzet en je gaat voor alle boodschappen openstaan en je staat voor alle energieën open, ja, dat gaat een keer fout. Dus deze kaart met, verhoog je vibraties en je intuïtieve gevoel klopt, want het is een boodschap van de engelen, hier geloof ik in. He, ik heb ook bijvoorbeeld een keer zo'n VIP-frequentiedag gedaan. En dat gaat misschien nog wel een keer weer terugkomen. Maar in elk webinar, en ook met name op dit moment in de VIP-groep, werken we eraan om die vibraties te verhogen. Dan word je weerbaarder, je zenuwen worden sterker en je kunt gewoon meer aan. Kijk, tegenwoordig iedereen heeft wifi. Ja, ik niet. Ik zit nog heel ouderwets met mijn laptopje hier aan een kabel vast. En ik heb de wifi bij mij uitgeschakeld thuis, want ik word daar gewoon ziek van. Ik krijg echt helemaal, ik ga helemaal zo trillen. Dus, maar ik moet zeggen, ik kan er wel steeds beter tegen, maar... Ja, moeten we er beter tegen kunnen tegenwoordig, of is die wifi gewoon slecht? Dan krijg je dat 5G-netwerk. Koeien worden dol in de wei. Maar anyway, dit moet een positief verhaal blijven. Dus werk deze week heel bewust aan het verhogen van je vibraties aan je frequenties. Want hoe sterker jouw zenuwstelsel is, hoe meer jij... Ja, op je spirituele pad kunt groeien, mits dat je doel is. He, ik neem aan dat je in passie vol bewust zit om iets te doen, om te groeien. Daar ga ik dan maar van uit. Dus ga daar gewoon lekker mee aan de slag. En voor degene die nu kijken en daarnet niet. Ik heb dus, wat ik zei, heel veel kaarten. En je bent aanstaande zaterdag nog steeds van harte welkom bij de Engelenkaartworkshop. Kan je op dit moment zaterdag niet, dan ben je ook in juli of in augustus van harte welkom. Kijk eens, ze zijn allemaal nog gesield, ze zijn allemaal nog dicht. En het is zo leuk om kaartensets in gebruik te nemen. Dus dat is aanstaande zaterdag hier in Hilversum bij mij thuis van 10 tot 5. Kun je gewoon lekker... Ja, misschien net zoals Anneke en Latoya engelenkaartreader worden. Zij hebben de huiswerk gedaan. En zij zijn de eerste twee die gecertificeerd engelenkaartreader zijn. En als je dat nou ook wil, geef je dan op. Ik zal straks onder deze video een link plaatsen. En als je nou denkt van, dat is nou niks voor mij en het is te ver weg. Dan doe je gewoon volgende week dinsdagavond 5 weken lang mee met praktisch engelenwerk. Gaan we er weer tegenaan. Ook die link zal ik plaatsen. En ik doe het natuurlijk nu heel fout. Want een business coach zegt van... Je mag maar één ding zeggen. Want anders krijgen de mensen keuzestress. Nou ja, ik schat in dat jij die kijkt gewoon hartstikke super intelligent bent. En heel bewust bent. En echt wel kunt denken van... Zaterdag naar Hilversum live. Of 5 weken vanaf dinsdag de 19e... In mijn eigen energie van 8 uur tot 's avonds tot 9:30 s'avonds achter mijn eigen computer. Ik denk wel dat je intelligent genoeg bent om daar het verschil tussen te zien. Dus,
Ga deze week je frequentie verhogen. En luister deze week heel erg naar je eigen gevoel, want het klopt. Als er op dit moment zijn er nog vragen. Nee, ik zie dat ik 5 live-kijkers heb. Alleen Latoya heeft hi-hi gezegd. Als er voor de rest geen vragen zijn, dan ga ik lekker afsluiten. Dan gaan we weer lekker met de dag verder. En dan zou ik zeggen van, zorg gewoon heel goed voor jezelf. Lekker water drinken ook deze week. Het is, gaat nog een beetje de atmosferische energieën wisselen deze week een beetje. Het kan dus een beetje zo gaan, ook in je gevoel. Dat je het hebt van, dat je je heel positief voelt en wat dipjes. En probeer daar wat, zeg ik ook tegen mezelf hoor, wat stabieler in te zijn. Dus wees ook gewaarschuwd. Hè, dat het kan. Hey, hi Josta, jou heb ik een tijd niet gezien. Leuk dat je er bent. Ik zwaai even extra speciaal naar jou. Hou er ook rekening mee dat de energie kan wisselen deze week. Dus als je dat al weet, dan kun je ruzies. Hey, goedemorgen Connie. Dan kun je zeg maar, ruzies vermijden. Moeilijke situaties kun je vermijden. En dan kan je gewoon bewust werken aan, aan het stabiliseren van je energie. En daar komt deze kaart dus heel, heel erg van pas. En deze bloem vind ik wel heel erg leuk. En Frankie Pani. Ik denk dus dat het een. Hey Liliane. Ik denk dus dat. Oh, mijn GSM laat jou blijkbaar niet toe. Nou, foei. Dat is ook apart. En ik heb vaak, weet je, heb ik wel eens een bloem in mijn haar. Toevallig vandaag niet. Maar dan heb ik dus dit soort bloemen. Die zie je dus op Hawaii. En inderdaad, die speldjes die ik vaak in mijn haar heb, heb ik ook uit Hawaii. Dus ga ermee aan de slag. Zorg dat je of aanstaande zaterdag bij mij hier helemaal ondergedompeld wordt. Dat je ja weet, je nee weet. Dat jij supergoed kaarten gaat leggen. Of doe vanaf aanstaande dinsdag mee met praktisch engelenwerk. Dus ik ga afsluiten. Ik ga lekker weer verder met mijn dingetjes doen. En ik zou zeggen van maak er een hele mooie week van. En ik zie je volgende keer.